zijn op het ogenblik aan mijn molen aan het Zuidvliet. Vroeger lag dit buiten de stad Leeuwarden en het is eigenlijk meer de gieternij Leeuwarden deel. Dan heb ik het over 1685. Onder Menno van Coehoorn bouwde een aantal vestingplaatsen in Zuid-Nederland. Alles ging met paard en wagen en wij lagen dus met deze molen, een volmolen, aan het water. Dat was het grootste vervoer wat er was met het schip, buiten de stadring. In 1900 circa heeft deze molen is verkregen door Henny van Duren, de ketelbouwer, een bekend begrip. En in die tijd was hier een prijsvraag voor het hele gebied. En wij als architecten hebben dat binnengehaald. Daardoor kreeg ik ook de nieuwbouw van Henny van Duren ook in de vingers. En toen kwam deze romp beschikbaar en we wisten met z'n allen eigenlijk niet wat moeten we ermee doen. Er is een plan gemaakt, dat kostte toen 600.000 gulden, waarbij de gemeente allemaal eisen had over stedenbouw, de inpassingen, er moest een gracht omheen, dat werd al veel te duur, dus ik heb gezegd, ik doe het niet. Toen werd ik een keer gebeld, ik was op vakantie in Italië, door de Leeuwarder Krant, zei kerst even komen, voor een foto bij de molen, want je molen, die oude molenrom die er toen nog stond, is gekraakt door een jongen, twee meisjes en een hondje. Die hadden gezegd, wij willen dat het plan van architect Glas doorgaat, dat een oud rudiment uit 1685 behouden blijft voor de stad Leeuwarden. Nou, uiteindelijk hebben we er een plan voor gemaakt. We hebben gezegd, van, stel dat we architectenbureau in kunnen gaan, samen met het reclamebureau, een soort multifunctioneel gebouw, dan is het haalbaar. Dus met behoud van het bestaande pand en een soort kraag eromheen bouwen of een nieuwbouw in verband met vierkant meter om het haalbaar te maken. We kregen toen de molen te koop voor 1 gulden. Dus in 2000. En in 2001 is hij overgedragen aan mijn privé voor 1 euro. Dus een verhoging van 50%. Een jaar of drie geleden, het is in de 2008, 2007, zijn we gestart met de bouw van de molen. Hebben we de spanten, de bestaande houten spanten die in het band staan, die waar vroeger die wieken aan zaten, hebben we toen onderzocht. En toen bleek dat ze in boktor, spint, ze waren ook deels verbrand. En toen hebben we de beslissing genomen om ook die spanten wel op exact dezelfde plaats in te zetten, maar ook te verwijderen. En uiteindelijk bleef dus ongeveer 50% van de gevel staan van het bestaande gebouw, de bestaande fundering. En daarbij hebben we dus het gebouw zoveel mogelijk intact gelaten wat komt. En u heeft ook de gerestaureerde gevel gezien, die is ook nog uit 1685. Nou, dan heb je het over duurzaam bouwen. Dus we hebben gezegd, die spanten laten we handhaven, we houden de fundering aan. En voor de rest is eigenlijk alles nieuw gekomen. Dus je krijgt een combinatie van modern, je zit een gevel in met emailglas, dat is super modern. En de zeer traditionele gemetselde gevel. Verder hebben we gezegd, we willen het gebouw, omdat er waren geen tekeningen bekend van de molen zoals die ooit als volmolen gebouwd was. Ook geen schilderij, want vroeger was het toch een beetje de achterheid van Leeuwarden. Het Leeuwardere deel wat ik vertelde. En toen hebben we gezegd, nou dan gaan we het zo maken dat we zeggen, we doen boven wel weer ook een stuk van de oude spanten handhaven. Dus we maken er ook nog een kantoor waar mijn bureau is gevestigd. Er komt een glazen strook omheen. Dat heeft niks met mij te maken, maar een glazen strook omheen. En dan willen we die spanten, de oude spanten die we dus vernieuwd hebben, bekronen met een puntdak uitgevoerd in zink. Dus ook een traditioneel element in samenhang, modern en met die oude gevel. Super locatie, hè? Vlakbij de Rondweg, vlakbij de uitvalsweg van Leeuwarden en vlakbij het mediacomplex waar gigantisch druk is.